En weg zijn de jongens en meisjes en daar hebben we de eerste valpartij. Ai. En dan kijk ik even naar de mensen van de GHBO, die zijn wel aanwezig. En dat is 5208 Ruby Jansen. Zij gaat op dit moment aan de leiding. De eerste jongeman, 5209 Leon Wiedemeijer. Dat zijn de stadnummer aan de voorzijde bevestigen. Dus het stadnummer graag aan de voorzijde. Dat maakt het allemaal iets makkelijker voor de jury aankomst. Noah Molenaar, die dacht dat ze wel was na één ronde, maar ze moet nog een tweede ronde afleggen. En het is natuurlijk de kunst om de krachten goed te verdelen. Dus bij doorkomst, start en finish nog één volle ronde. En als je in de tweede ronde zit, dan mag je zo dadelijk aan de linkerzijde van het parcours finishen. Maar eerst nog even een volle ronde van Gordon Lopez. Tijd 7:37 en dat is toch beduidend sneller dan vorig jaar. En dan de eerste jongeman, 52:09, Leon Wiedemeijer. Leon, gefeliciteerd. Ik doe me een beetje tegen, Daniel. Ik had wel verwacht dat je eerste zou worden. We zijn al een tijd bezig met Stichting Schelvenspark. We waren met 6 mensen in de stichting. Door omstandigheden zijn een aantal mensen hebben een stapje terug moeten doen afgelopen jaar. En in combinatie met sponsoren en met name atletiekvereniging Sisu hebben we dit samen kunnen organiseren. Dus, en zoals je ziet, we hebben er prachtig weer bij. Het is een fantastisch evenement op dit moment. Ja. Hoe vind je de opkomst? Ja, gaat tot nu toe goed. Ik heb de lijst met inschrijvingen nog niet helemaal kunnen zien. Maar zoals lijkt is het een stuk drukker dan vorig jaar. Ja. Zijn er nog beroemde mensen die meedoen? Beroemde mensen? Nee, geen Haile Gebrselassie of iets dergelijks. Maar veel Almelo's en dat is ook het belangrijkste. Want het belangrijkste is dat we met name de wijk Schelvorst en Almelo zelf in beweging willen krijgen. Ja. Wat doe je nog meer als de winter loopt? Qua? Wat organiseren jullie nog meer dan alleen de winterloop? Op dit moment is met name de winterloop. Er zijn wel ideeën voor andere dingen, maar met name de winterloop is namens Stichting Schelvenspark op dit moment het hoofdactiviteit. Ja. Ben je de vervanger van Meta? Ja, Meta heeft door omstandigheden een stapje terug moeten doen. Is nogal zeer actief, maar hebben wel even de wind uit de zeilen bij haar moeten halen. Dat ze even iets meer rust pakte. En daarom ben ik interim voorzitter op dit moment. Ja. De snelste dame vandaag. Linda E. Timmerman met een tijd van 26:53. Ja, Anke is derde geworden, jongeman. Ja. Goed, graag uw applaus voor Linda, Vallon en Anke. En dan de snelste man. En volgens mij is hij in deze dagen jarig, als ik het niet vergis. Branko van Minnen. In een tijd van 21:52 is hij dit jaar winnaar geworden van de 6 kilometer. Ja, en dan. Dankjewel. En een applaus voor de prijswinnaressen op de 4 kilometer. En dan. En dan kijk ik nog snel even.
Landelijk gezien zijn huizenprijzen gestegen, blijkt uit onderzoek van het NVM. In de regio Almelo-Tubbergen is dat volgens de makelaarsvereniging niet het geval. Wij vroegen makelaar Marijn de Kinkelder om zijn visie op dit onderzoek. Binnen de NVM in Twente is het gebruikelijk dat je een aantal regio's indeelt. En in die regio's, daar is Almelo-Tubbergen is er één van. Wat er gezegd is door de NVM is dat er afgelopen jaar het aanbod van ruim 1500 woningen gedaald is naar 988 woningen. Dat impliceert dat er natuurlijk wel veel meer vraag is dan dat er eerder was. Er is gewoon een afname in het aanbod geweest. Er is een stijging geweest van 1%. Van de gemiddelde huizenprijs. Dat betekent ook dat ook de markt in Almelo wel degelijk in de lift zit. En dat merken wij ook heel duidelijk. Met name de woningen die af zijn, waar mensen eigenlijk niet in hoeven te investeren om daar te gaan wonen. Prijsverhogingen ontstaan eigenlijk gewoon door vraag natuurlijk. Hè? Kijk, op het moment dat er weinig vraag is. Tijdens de crisis had niemand geld, laat staan dat iedereen werk had. Wordt er niet nagedacht om te gaan investeren in een woning, omdat men al vaak genoeg moeite heeft om de touwtjes aan elkaar te knopen. Ja. Dus op het moment dat het weer goed in de economie gaat, ja, dan heeft men dus wat extra te besteden. En dan wordt er ook gedacht van de woonsituatie en kunnen we daar een verbetering in aanbrengen. De leenvormen vind ik niet dat de prijzen opdrijven. Want banken, financiële instellingen zijn juist bezig om de leencapaciteit die particulieren krijgen voor het kopen van een woning terug te dringen. Dus dat is nou niet echt een stimulator om woningen te kopen. Ja. Wat wel zo is, is dat gewoon salarissen worden beter. Mensen gaan meer geld verdienen. Meer mensen hebben werk. Ja, dan krijg je, dat is een economisch gegeven. Meer mensen in de markt betekent dus meer vraag naar woningen. Hier in Almelo is relatief weinig nieuwbouw. Dus men komt dan in de bestaande bouw. En de bestaande bouw die gaat omhoog in waarde. Troostdekentjes Overijssel bestaat 3 jaar. En dat werd zaterdag gevierd in het huis van Katoen en Nu. Op deze dag mogen de dames ook hun gehaakte spulletjes allemaal inleveren. De dekens, de knuffels. En dat gaat dan morgen, wordt het allemaal op de foto gezet. En dan kan iedereen zien wat de dames hebben ingeleverd. Het gaat naar kindertjes die erg ziek zijn. Ja, wij krijgen aanvragen binnen en dan wordt er een totaal pakket gemaakt voor het zieke kind. Het zieke kind krijgt een deken en een knuffel. De broertjes en of zusjes, dat mogen er 10 zijn, die krijgen een speciaal zorgenvriendje. Een zorgenvriendje is voor kindjes die het op dit moment even moeilijk hebben. En daarvoor haken wij ook een ritsje met een mondje. Daar kunnen de kindjes dan hun zorgjes in doen of een tekeningetje. Normaal de aandacht gaat toch naar het zieke kind. En wij merken dat toch de broertjes en de zusjes ook heel veel troost kunnen gebruiken. En wij weten gewoon en merken ook dat dit verschrikkelijk helpt. Ik heb een neefje, heb ik er ook kindje van gemaakt. En die heeft er een fotootje zitten van zijn papa en mama. En als hij dan bij de oppas is en hij is een beetje moe, doet hij dat mondje open en dan haalt hij de foto's er even uit. En dan praat hij even met papa en mama. Hoe ben je eraan begonnen? Dat is eigenlijk op mijn pad gekomen. En ik heb het in het begin helemaal alleen gedaan. Maar dat is niet te doen. En toen zijn er eigenlijk beetje bij beetje meerdere dames bijgekomen. En uiteindelijk is het resultaat dat we nu door heel Nederland 4 hele grote groepen hebben. Allemaal onder het concept van het troostdekentje. Ja, en dat is zo immens groot. We hebben al zoveel troost mogen schenken. Dus ja, we zijn heel tevreden. Als er nog meer handwerkenthousiasten zijn, waar kunnen ze zich melden? Ze mogen ons dan een e-mail sturen en het e-mailadres is hettroostdekentje@gmail.com. En daar kunnen ze dan een berichtje sturen en wij zullen dan het zo snel mogelijk beantwoorden.
is een shelterbox. Een shelterbox is in het jaar 2000 ontworpen door een voorzitter van de club uit Engeland. En die meneer was duiker en die dacht van, wat zou ik meenemen als ik met mijn gezin weg zou moeten voor een overstroming of iets anders. Toen heeft hij deze box ontwikkeld. En die is nu, zit er van alles in om mensen in een rampgebied voor een half jaar met 10 mensen een noodonderkomen te geven. Er zit een tent in, waterzuivering, pannen, er zit voor kinderspulletjes in en dingen om mee te slapen. De shelterbox kost €750, dan is die ter plekke. Dan wordt die ter plekke en dan wordt met vrijwilligers van de Rotary wordt die uitgezet. En de tenten worden altijd opgezet. 10 mensen worden eigenaar van de box. En die mogen hem ook houden. Hij komt ook niet meer terug. En dan mogen ze daarna, als de ramp voorbij is, mee doen wat ze willen. Maar wat ik mis, is het een chemisch toilet of is het een spray? Nee. Nee, het is ook een onderkomen. Het is om weer waardigheid te krijgen, om weer een dak boven je hoofd te hebben. En om met je gezin weer met elkaar het leven op te kunnen pakken. Maar hij lijkt me een vrij sterke tent. Kan hij tegen storm? Ja, hij is in de winter nog getest en hij kan tegen, ik dacht, 112 kilometer per uur. Maar kijk op YouTube, je kan hem vinden, de Shelterbox tent. In principe is de tent voor 10 personen. 10? 10, ja. Maar er zit ook een hele grote luifel aan en dan moet je een beetje inschikken. Ja. En hoe wordt dit gefinancierd? Door giften. Want deze box wordt al gesponsord voor €750, wordt gewoon betaald door of particulieren of Rotary Clubs of door bedrijven, door allerlei mensen. En het maakt niet uit, je hoeft hem niet in één keer te kopen. Je kan ook €10 storten, want dan krijg je uiteindelijk ook een briefje. En er staat een nummer op van Track and Trace, dan kun je hem helemaal volgen waar die is. En als je nou slim bent met Google Earth, kun je je tent helemaal opzoeken. Ze zijn wel voor een ramp in de toekomst, want ze staan over de wereld al klaar. Er staan in Dubai een aantal zeecontainers, in de Caribbean en in Azië. Die staat klaar. Als er een ramp is, kunnen ze binnen 48 uur ter plekke zijn. Dus je koopt een box voor een toekomstige ramp. Het gedicht Huizen in de Binnenstad van Willem Wilmink is het eerste Almeloze muurgedicht en is aangebracht op de muur van het appartementengebouw Manchester aan de Holtjestraat. Die huizen in de binnenstad waarvan je eens een sleutel had. Elk wonen voel je als voorgoed, totdat je toch verhuizen moet. Je naambord bij een andere bel en na wat weken went het wel. Je treft je oude huizen aan en kunt er niet naar binnen gaan. Ze staan er nog precies als toen hun huiselijke plichten doen. Ondanks de reuma in hun hout worden ze heel erg langzaam oud. En halen het jaar 3000 wel, als het goed blijft gaan met stadsherstel. Die huizen in de binnenstad waarvan je eens een sleutel had. Waar nu een ander slaapt en eet, die nog van geen verhuizen weet.
can feel that I'm ready to be complete. Shadows enchanted for quite a while. Now I'm ready to be complete. Slowly, all my fear is fading. When I think of losing what took over me, slowly I embrace the moment when I reconsider who we truly are. Show me what it's like to feel me. Show me what it's like to feel me. Slowly, all my fear is fading. When I
Dank u wel!